Jonathan Opoku, mag ik jou allereerst hartelijk feliciteren met de geboorte van je zoontje? Dankjewel. Zondag 3 mei is hij geboren in de nacht. En, zijn naam is Marley. Marley als in Bob Marley? Ja, precies. Hetzelfde geschreven. Mooie naam. Dus jij krijgt nu heel weinig rust 's nachts? Ja, dat is wel even wat pittiger. Ik wist wel wat ik kon verwachten. Alleen ons eerste zoontje Noah, die is... Of bijna 4, die is in juli wordt hij 4. Ja, en die is natuurlijk al best wel zelfstandig. En nu is dat toch wel weer even pittig, even omschakelen van die nachten, slaaploze nachten. En tot je weer iemand heel erg wat meer moet verzorgen. En na zo'n gebroken nacht, dat je dan nu weer het veld op mag, is dat dan fijn? Ja, zeker. Het is gewoon ook lekker om gewoon weer echt met het voetbal bezig te zijn. Veel, iedereen denk ik wel voor zichzelf heeft getraind. En opeens is dat toch wel, wordt dat een beetje een mentale kwestie. Dan heb je er niet altijd weer even veel zin in. Maar nu zo met de bal bezig zijn en zo, dat is wel het lekkerste wat er is. En het is natuurlijk mooi dat we weer met z'n allen kunnen opstarten. Want hoe heb je dat de afgelopen maanden dan thuis gedaan? Ik had van mijn schoonmoeder zo'n home trainer geleend. Die heb ik nog thuis staan. En een... voor de rest hardlopen en zo. En mijn broertje die was ook veel bij mij dan. En daarmee heb ik ook trainingen, krachttrainingen gedaan en hardlopen. En dan probeer je een beetje te variëren. De ene keer op de home trainer wat te doen. De andere keer wat hardlopen, wat krachttraining. Andere keer, ik heb eens een keer trappen gelopen. Ja, weet je wel, zulke dingen probeer je dan maar een beetje te doen. Je wordt dus heel erg inventief, begrijp ik. Ja, precies. En we hadden een paar vrienden hadden we een app. Daar kon je elkaar volgen wat iedereen deed qua hardlopen. Dus dat was ook wel leuk. Een beetje elkaar uitdagen natuurlijk. Dat zijn wel leuke dingetjes. Nu zie je elkaar weer en dan mag je in groepjes beginnen met trainen. Hoe is dat? Ja, wat ik zei, het is gewoon weer lekker dat je met de bal bezig kan zijn. En het is toch ook wel het geouwe onderling. Wat je ook wel mist. En uiteindelijk nu... ben ik blij dat ik gewoon weer kan voetballen. En dat doe ik het liefste. En dat is natuurlijk leuk dat je ook weer met wat andere jongens contact hebt. Ben je dan heel bewust bezig tijdens zo'n trainingsmoment met die anderhalve meter? Met de anderhalve meter. Maar daar ben je in het dagelijks leven nu ook wel mee bezig natuurlijk. In de supermarkt en zo. Ik heb zelf ook wat extra opgelet. Omdat ik natuurlijk weet van dat de geboorte van mijn kind eraan zat te komen. En nu ook. Je hebt een toch wel een kwetsbaar kindje thuis. En mijn vriendin die natuurlijk ook wat zwakker is nu op dit moment. Omdat ze uit de bevalling komt. Dat zijn wel dingen waar je dan op moet letten. Ja, tot je gewoon de afstand houdt. Alleen ik had zelf een momentje. Je mocht ook niet koppen. En volgens mij niet met de bal in de handen hebben. En dat ging wel even fout met het hoog houden. Als we even verder kijken. De vooruitzichten zijn nu dat er na 1 september pas weer competitie wordt gevoetbald. Dat lijkt nog heel erg ver weg, hè? Ja, dat is heel ver weg. En het is daarom fijn dat we nu zo bezig zijn. Want er zullen ook nog wel wat weken aankomen dat je gewoon thuis weer moet gaan trainen. Je hebt dus nog wat tijd te overbruggen? Ja, dat zeker, ja. En nu weer snel terug naar die kleine? Ja, nu snel. Volgens mij hebben we lunchpakketjes. Snel de auto in en dan rijden we een beetje bezweet wel naar huis. Maar daar stap ik wel lekker onder de douche dan. Nou, geniet ervan. Ja, dat gaan we doen.